zand lig je stil aan zij. Dat is goed en dat is het voor altijd. Kijk, het water stroomt op het strand. Nu is de zee hier en later weer land. Nu de liefde en later de waarheid. Ooit als het kouder en stil zal zijn, zal ik nog steeds van je houden. Als dan de hartstocht het vuur verdwijnt, is er nog altijd het stil en tijdloos vertrouwen. Ouderdom brengt ooit... Nou, ik zing bijvoorbeeld twee oude motten in mijn oude. Als het antwoord jas is, zet u uw petje op. Als u denkt, nee, het antwoord is kast, houdt u uw petje af. Dus u weet, twee oude motten in mijn oude jas. Inderdaad, petje op. Nou, dat is het spel. Dus wat leidt het meestal af in de auto? SMS'en is petje op, bellen is petje af. Ja? Alleen meneer denkt, bellen. Bellen. Ja, en het antwoord is? Het goede antwoord is SMS'en, dus petje op. Helaas, meneer. En dan weer de kou. Weer een seizoen in het leven van jou. Ging voorbij met mij aan het voortouw. Nooit meer een dag met een nieuw geheim. Twijfel was in het verleden. Steeds als er land in het zicht verschijnt. Het geluk aan het eind, lach je tevreden. Ouderdom brengt ooit de laatste reis. Rimpels om de ogen, haren grijs. Waar zal de wereld zijn? Zo zonder jou en mij. Ouderdom is mooi, maar ook een tijd. Het leven wordt vol. Mijn naam is Leon Vissers, ik ben van de firma Smart Cycling en we staan op de Beleef Plus beurs in Zittert met een heel innovatief nieuw product en dat is de knipperlichthandschoen. Het idee is ontstaan door de meneer die de handschoen heeft uitgevonden omdat hij zelf in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht kwam. In het donker werd hij bijna overreden door een auto. Toen heeft hij gedacht, daar moet ik wat op uitvinden, dat moet anders kunnen. En zo is het idee ontstaan om een knipperlichthandschoen te ontwikkelen. Dat is een Nederlands product, maar dat is niet zo. Nee, het product, die meneer is uit Duitsland en het product komt ook uit Duitsland. Het wordt dus helemaal in elkaar gezet in Duitsland. Zijn de mensen geïnteresseerd daarvoor? Op de beurs, de verkoop is nog niet wat we er eigenlijk van verwacht hadden, maar de reacties van het publiek zijn heel positief. Ze vinden het een leuk idee en een prachtige uitvinding wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en dergelijke. Ik heb inderdaad veilig verkeer in Nederland gezien, ik heb politie gezien. Die mensen zijn bij u geweest? Ja, politie is ook hier geweest, vond het ook een heel mooi idee. En ja, we moeten kijken wat het wordt nu. We zijn er pas vanaf april mee bezig hier in Nederland, dus het is eigenlijk kerstvers. KBO is de grootste seniorenorganisatie in Nederland.
met ruim 200.000 leden. In Limburg hebben we ruim 36.000 leden. KBO is een belangenorganisatie voor senioren. En wat doet de KBO? Ja, de naam zegt het al. De KBO behartigt de belangen van ouderen. En daarnaast kun je in de KBO actief zijn door je aan te sluiten bij een plaatselijke afdeling. In die plaatselijke afdeling kun je allerlei activiteiten meedoen aan activiteiten, sociaal-culturele activiteiten. Je kunt reizen maken, je kunt deelnemen aan cursussen. Dus ik zou zeggen voor elk wat wils, voor de senior. Ik heb net op uw promotie gekeken en daar zag ik dat het hoofdzakelijk, volgens mij, helemaal uit vrijwilligers bestaat. Dat klopt, ja. De KBO is een grote vrijwilligersorganisatie met een paar beroepskrachten die de organisatie ondersteunen. Maar als je alleen al kijkt in de provincie Limburg, dan zijn er tussen de 2.500 en 3.000 vrijwilligers in de KBO actief. Dus ja, dat is heel wat. En als je actief bent als vrijwilliger bij de KBO, ja, het houdt je jong. En je werkt voor je medemens, voor de senior, dus ja, prima zaak om dat te doen. Zo. Wat zijn de activiteiten buiten het bezoek van beurzen natuurlijk? Allerlei cursussen die wij organiseren, voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid, over de tablet, over de hele digitale wereld, over internetbankieren, allerlei zaken die voor ouderen van belang zijn. Ja, daar wordt informatie gegeven en veelal in de lokale afdelingen. Maar je kunt ook gewoon heel gezellig bij elkaar zijn. Je kunt elkaar ontmoeten, je kunt samen een kaartje leggen of je kunt koersballen, met elkaar op stap gaan. Ja, het is eigenlijk heel veelzijdig wat we doen. Mag ik dan zeggen dat u Geer en Goor niet nodig heeft? Nee hoor, ik vind het een leuk programma, maar het is niet de keuze van de KBO en op de KBO kunnen we zelf onze weg vinden. Meneer, wat komt er hier doen? Nou, voor God, we komen kijken wat er allemaal te doen is. Kijken van of er interessant bij wordt. En heb je dat ook gevonden dan? Onder andere dingen van de brandweer en van de politie. Oh, interessante dingen mee te nemen. Inderdaad, want de veiligheid tegenwoordig, dat staat hoog in het vaandel. Dat is inderdaad. En het is uw verhaal. Heel noodzakelijk dat er gebeurt.